Welkom Ram bij jouw kaartlegging voor persoon van betekenis voor jou in de komende periode. Nu, terwijl ik de kaarten al even door elkaar schud, wil ik even de opmerking maken dat dit over een algemene kaartlezing gaat en dat die nooit 100% voor iedereen kan resoneren. Dus haal er die dingen uit waar je wel een klik mee hebt, waar je wel iets mee kan, en laat de andere dingen los. En ja, ga je zeker niet wringen, hè, in een bepaalde kaart of zo. Dat is absoluut niet de bedoeling. En anderzijds wil ik er ook altijd graag naar verwijzen dat in de omschrijvingsbox je altijd de planning kan terugvinden van de publicatie van alle horoscooptekens wanneer die live gaan gezet worden. Dus hieronder in de omschrijvingsbox kan je dat terugvinden. En een persoon die de komende periode een rol van betekenis voor jou kan spelen, zou een vis kunnen zijn, een waterman of een schorpioen. Nu, wat ik ga doen, is de overeenkomstige grote arcana kaart erbij nemen. Voor waterman is dat de ster, voor vissen is dat de maan, en voor schorpioen is dat de dood. En dan gaan we ook eens kijken met welk topic deze personen eventueel een link gaan hebben met jou. En dan gaan we eens kijken welk topic dat eventueel zou kunnen zijn. Aankondiging, vrijheid en intuïtie. Ja, ik was even alle kaarten aan het overschouwen. Er gaat iets aangekondigd worden. En dat zou kunnen betekenen dat er voor jou iets gaat... er gaat sowieso iets veranderen. Hè? Er wordt iets aangekondigd. En meestal brengt dat een verandering met zich mee. Nu, dat betekent niet dat jij rechtstreeks daarmee gelinkt hoeft te zijn. Maar dat kan uiteraard wel. Dat die aankondiging die er gaat gebeuren, dat die toch ook een impact gaat hebben op jou... leven. En dan moet ik denken dat eventueel een schorpioen hierbij betrokken zou kunnen zijn. In die zin dat door die aankondiging verandert er iets voor jou. En dan kan het zijn dat je een bepaald iets gaat moeten loslaten. In die zin, we gaan er even vanuit, het is een positieve aankondiging, het is een positieve gebeurtenis voor jou. Maar dat kan ook impliceren dat er andere dingen zijn in jouw leven die er tot nu toe wel in aanwezig waren, dat je die niet meer gaat kunnen doen, doordat deze aankondiging... er zijn maar zoveel uren op een dag, hè. En doordat je dit dan erbij gaat nemen, is er geen plaats meer voor dat oude. En dan kan een schorpioen jou daar eventueel bij helpen met het leren loslaten van het oude, zodat er plaats kan zijn voor dit nieuwe. En dan heb je hier de kaart van de vrijheid. Ja, die associeer ik met waterman. In die zin... dat is ook een figuur dat, waarvoor dat vrijheid heel belangrijk is. Dus het zou kunnen zijn dat jij een bepaalde vrijheid gaat ervaren, gaat mogen meemaken, of dat jij tot nu toe bepaalde
belemmeringen had en dat die wegvallen, waardoor dat jij een extra vrijheid in jouw leven gaat kunnen ervaren. En dan kan een waterman jou daarbij helpen, want zij zijn het, het sterrenteken dat echt wel vrijheid hoog in het vaandel draagt. Dus dat zou kunnen dat die daar dan eventueel bij betrokken is. En dan hebben we de kaart van intuïtie hier. Ja, die zou ik linken aan vissen en maan. In die zin dat je, hier staat de maan ook nog eens op deze kaart. Dat je toch de tijd gaat nemen om iets te gaan belichten met het licht van de maan. In die zin dat je eens iets gaat van naderbij onderzoeken. Wat je tot nu toe nog niet gedaan hebt. En eigenlijk dat je met jouw intuïtie gaat aanvoelen van datgene wat ik hier nu aan het onderzoeken ben, is dat waar of is dat niet waar? Klopt dat wat ik hier nu ontdek? Want jouw intuïtie, die gaat gewoon perfect aanvoelen of iets juist of niet juist is. Hoort dat wel bij jou? Hoort dat niet bij jou? Klopt datgene wat hier gezegd werd door die mensen? Ja of nee? Met jouw intuïtie voel je dat aan. En het zou kunnen dat jij in de komende periode daar ergens iets gaat voor onderzoeken, iets gaat bestuderen van... dat je daar zo je licht eens gaat laten opschijnen. Maar je doet het met het licht van de maan. Dus je doet het niet open en bloot, zodat iedereen het weet. Maar eventueel dat wel een vis jou daarbij kan helpen. Omdat zij ook heel instinctief, heel goed dingen mee kunnen aanvoelen... of iets juist is, of iets waar is, of iets klopt, of iets goed aanvoelt en dergelijke meer. Zo, dit was jouw kaartlegging. Fijn dat je keek en ik wens je nog een prettige dag.